Deze zit op. Hele goedemiddag weer. Dank jullie wel weer voor het kijken bij deze nieuwe kookvlog. Vandaag is het woensdag. Ik hou het vandaag lekker simpel. Dat betekent dat we vandaag rijst gaan eten met spinazie en kip in sojasaus en oestersaus. Heerlijk. Ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Yes. Ben je nog geen abonnee? Abonneer je dan gratis, want het is gratis om je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Klik op het belletje, zodat je geen enkele notificatie van me mist. Zo mis je geen enkele nieuwe kookvlog van mij. En dan gaan we nu lekker beginnen. Ik ga eerst even mijn haren in een knotje zetten. Want ja, we willen geen haar in ons eten. Zo. Van dit heerlijke gerecht hebben we natuurlijk een aantal ingrediënten nodig. Wat gember, zwarte peper, black soy gebruik ik. Oestersaus, lauwspoeder, ui, knoflook, laurierblaadjes en wat pimentballetjes. Kipfilet gewassen in natuurazijn. Allereerst ga ik de ui in blokjes snijden. Ik zit even te kijken hoeveel uien ik kan gebruiken. Ik hou niet veel van uien in mijn gerecht. Maar het is wel prima. Even kijken of dit mij lukt. Want het is één hele knoflook, denk ik niet. Zo, dit keer niet mijn stamper, maar ja, de crusher. Die moet ik ook wel eens een keer gebruiken, hè? Kinderen zijn op de achtergrond heerlijk aan het spelen. Nog. Totdat ze honger hebben. Zo, dit vind ik wel prima. Zo, ik doe de inductie op 7. En ik doe er wat zonnebloemolie in de wokpan. Is ongeveer een grote theelepel of eetlepel. Eetlepel moet ik zeggen. En wat ik er alvast ga bijvoegen zijn de pimentballetjes. Het wordt ook wel eens lontij genoemd. En de laurierblaadjes. En dan wacht ik totdat de pan goed heet wordt. Nou, laten we kijken of die heet is. Ja hoor. Nou, dan gaan de uien als eerste erin. Deze laat even glazen worden. Nou, als die glazig is zoals nu, dan mogen de verse knoflookstukjes erbij. Ik doe knoflook eigenlijk altijd op de blaas, want dan brandt het niet zo snel aan. Zo. Lekker laten meebakken met de ui. Iets bruin laten worden, niet heel erg veel. Ik hoop dat jullie het op de camera goed kunnen zien. De inductie staat trouwens nu nog steeds op 7 en we laten hem ook even op 7 staan. En ik heb de afzuigkap aanstaan, dus het kan zijn dat jullie die horen. Maar als het goed is, moet het niet storend zijn. Oké, nou dan doe ik nu de gewassen kipfiletblokjes erbij. Ik
hebt gewerkt, je bent moe, je wilt snel iets op tafel klaarzetten, dan is dit ideaal. Dit is echt zo gebeurd. Ik ga alvast de kruiden bijvoegen. En ik voeg eigenlijk een beetje op gevoel bij. Dit is een halve theelepel. Zwarte peper gaat erbij. En het heeft geen volgorde hoor, mensen. Oestersaus is volgens mij bijna op. En de grote eetlepel. Ja, die is op. Een heerlijke saus. Ik heb hem gewoon van de supermarkt gedaan. Goed doorroeren. De inductie staat nog 7-7. En die laten we ook zo. We gaan de kipfilet gaan we lekker droog bakken. Zo. En dan. Even het lepeltje. Theelepel Laos poeder. En dan gaan we weer doorroeren. En door de kruiden ruikt het heerlijk, mensen. En dan gaat de black soy voor mij even schudden. Grote eetlepel. Maar het gaat ook om de gewenste kleuren. Hè? Kijk, niet iedereen houdt van een lichte kipfilet. De ander houdt van donker en de ander houdt van licht. Ik hou een beetje van tussenin. Dus het is echt op smaak, hè? Een klein beetje bij, klein beetje. En je hebt de zouten en de zoete zouten en de zoete variant. Ik heb nou de zouten. En we doen er een slup zout bij. Want mijn dochter gaat mee eten en die eet geen peper. Dus die houden we lekker zo. En dan laten we deze gaan pakken. We zijn 3 minuten verder. Even omroeren. Ja, ruikt heerlijk hoor mensen. Heerlijk. Hij is al klaar, maar ik laat hem nog even doorbakken. Ik wil hem nog iets droger hebben. Kijk eens hoe mooi dit eruit ziet, mensen. Kijk. En het is al klaar, hè? Zo snel, kijk. Heerlijk, toch? De inductie mag uit. Heerlijk. Simpel, met wat weinig kruiden. Heerlijk hoor. De oestersaus smaakt het ook echt af. En dan heb ik hier wat spinazie. Dus we eten spinazie met kip en rijst. Mensen, zoals je ziet, duurde het niet heel erg lang om het gerecht klaar te maken. Het is echt super heerlijk om met spinazie à la crème te eten of gewoon zonder. Gewoon lekker, gewoon zo met rijst. Heerlijk, met een pepertje erbij.
Wij gaan genieten. Dank jullie wel weer voor jullie support en voor het kijken van mijn filmpjes. Ik vind het leuk als je een comment geeft en als je mijn filmpjes deelt. Heb je nog vragen? Laat het me even weten. En weer tot de volgende keer. Groetjes!